welkom en welkom terug op mijn kanaal. Vandaag heb ik weer een video voor jullie, namelijk mijn skincare routine. De laatste tijd ben ik weer heel erg into skincare en wil ik weer allemaal verschillende dingetjes gaan uitproberen voor mijn gezicht. En leek het me daarom ook wel weer leuk om mijn skincare routine aan jullie te laten zien. Dus dat ga ik vandaag ook zeker doen. In ieder geval, als je alvast zin hebt in deze video, doe dan alvast een duimpje omhoog. Abonneer ook op mijn kanaal en laten we gaan beginnen. Het is nu 9:55 en ik ga nu eerst even douchen, mijn haar wassen en dan kom ik daarna gelijk bij jullie terug. Oké, jongens, ik kom nu net uit de douche vandaan. Ik heb het dus nu 9:56 en ik ga nu mijn hele skincare dus doen. Zoals je ziet is echt wat merendeels van mijn make-up er nu wel van af, maar de restjes haal ik er gewoon nog niet van af. Voor mijn haar ga ik het wel eerst nog even borstelen. Gewoon even met een normale borstel borstel ik eerst even mijn haar door. Oké, ik heb mijn haar dus nu helemaal geborsteld. Onder de douche gebruik ik meestal ook nog deze Garnier Skin Active Pure Active reinigingsscrub. Maar die heb ik nu niet gebruikt, want ik gebruik hem eigenlijk altijd maar één keer per week. Want het is niet heel goed om het te vaak te gebruiken voor je gezicht. Als jullie mijn shoplog hebben gezien, die staat al online. Daar heb ik deze Clinique Balm, Cleansing Balm gekocht. Dus die gaan we vandaag gebruiken. Ik heb nog nooit dit gebruikt. Het ziet er gewoon echt als een balm uit. Mascara ook nu, overal. Oké, dan heb ik het nu gedaan en dan ga ik het nu allemaal eventjes afspoelen met water. Zit in mijn oog. Oké, ik heb gemerkt dat ik het niet heel fijn vind om nog met de cleansing balm ook over mijn ogen te gaan. Want dat, ja, ik weet niet, dat zit niet heel erg lekker. Dus daarvoor gebruik ik nog een oogremover van Nivea. Deze, ik schud hem altijd even voordat ik hem ga gebruiken. En dan doe ik hem op een watje. En dan druk ik het erop. En dan zachte bewegingen. Oké, dan heb ik nu mijn oogmake-up eraf gehaald en mijn gezicht voelt nu helemaal lekker schoon. Dan wil ik nu een maskertje gaan doen, want het is ook weer tijd voor een maskertje. Ik gebruik altijd dit masker van L'Oréal Paris. Het is dit klein masker. Het is een groen klein masker. En deze doe je dan op je gezicht voor ongeveer 7 minuutjes. 7 à 8 minuutjes. Ik gebruik het schermpje als spiegel. Natuurlijk, achter mij heb ik een spiegel, maar ik vind het altijd wat leuker om het zo te laten zien wat ik doe. Oké, het masker is nu dus aangebracht en ik laat hem nu voor 8 minuutjes zitten. Dus we zetten de timer. 8 minuten. Dan gaan we maar even op TikTok. Nog 1 minuut en 46 seconden. De timer is gegaan. Oké. We gaan nu het masker afhalen en dan kom ik zo weer terug. Mijn camera is ook zo leeg. Dus ja. Oké, het masker is er nu helemaal van af. Wat ik meestal doe nadat ik dan die balm heb gebruikt en niet als ik een masker heb gedaan, is nog deze cleanser van... De extra gentle cleansing foam. Dat doe ik altijd na zo'n balm. Zodat de extra make-up er vanaf is. Deze. En die pomp je dan zo op je hand. En dan heb je gewoon een foam. En dan doe je dan dat zo op je gezicht. Maar ik heb nu natuurlijk dat masker gebruikt. Dus dan ga ik het niet nog een keertje doen. Want na het masker is alles er al gewoon goed vanaf sowieso. Nu ga ik dit serum gebruiken van The Body Shop. Ja, de Tea Tree Serum. Het helpt tegen als je een vette huid hebt. Ik heb nu natuurlijk het masker gebruikt. Dus ja, het is allemaal wel een beetje weg. Maar dit, als je dat masker dus niet gebruikt, dit is echt een heel fijn product. En dat haalt gewoon een beetje het vet van je gezicht af. Ja, het helpt er gewoon tegen. Ik ben ook geen specialist die het allemaal weet. Maar het werkt voor mij wel. En dit masseer je dan zo in. Als eerst doe ik een paar gewoon rondjes, zodat het een beetje verdeeld is over mijn huid. En daarna ga ik het in masseren. Dan doe ik het zo tussen dit bot, zeg maar. Masseer ik het een beetje in. En dan gaan we nu over naar de laatste stap. En dat is namelijk deze Clinique Moisturizer. En die doe ik gewoon voor het laatste moisturizer op. Ik heb ook echt wel een moisturizer nodig, want
mijn gezicht is altijd heel erg droog nadat ik gedoucht heb of iets aanraking ergens mee geweest of zo. Dan ja, gebruik ik altijd wel een moisturizer, want mijn huid is dan, ja, dan best wel droog. Deze moisturizer is echt super fijn. Hij is zo zacht op mijn huid. Ik vind hem echt super fijn. Ik heb deze ook nieuw gekocht samen met die balm. Dus de tweede keer dat ik hem gebruik. En ik vind hem echt super fijn. Deze is voor Very Dry to Dry Combination. Dan kun je hem daarvoor gebruiken. Ik ben vooral vettig met deze zone. En dan hier wat droger weer. Oké, mijn camera viel eventjes uit, maar we gaan nu eventjes door. Ik heb de moisturizer dus nu aangebracht. En dan als laatste stap doe ik eventjes altijd wat vaseline. Mijn lippen zijn best wel droog altijd. Dus altijd voordat ik ga slapen, doe ik nog even wat vaseline op. En dat was eigenlijk alles wat ik doe voor mijn skincare. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. En misschien is het ook een beetje hulpzaam voor jullie. Wat jullie kunnen gebruiken, wat voor producten. Ja, het zijn sommige producten die dan maar wat goedkoper zijn. Maar bijvoorbeeld die cleansing balm is dan wel iets duurder misschien voor jou. Maar het ligt aan wat jij over hebt voor zo'n product. Ik hoop dat dit dus een leuke video voor je was. En dan zie ik jullie de volgende keer. Doeg! Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why? I'm